Vandeverst, how about that? Stops and pops. Welkom allemaal, welkom beste kijkers en vooral Kai. Bedankt dat je onze vierde aflevering wilt bijwonen. Voordat we helemaal gaan introduceren, ik wil graag weten, hoe is het met Kai in deze tijden? Goed, goed. Ja, natuurlijk lastig, want je kan natuurlijk niet veel trainen. Je zit gewoon thuis, maar voor de rest goed. Iedereen gezond. Om dat even voor alle kijkers die jou nog niet kennen. Je bent de jongste debutant in het nationale team op 16-jarige leeftijd. Dat is toch wel echt wel bijzonder. Je bent begonnen bij Lokomotief. Je hebt, als het goed is, uit mijn hoofd verlengd in Oostende. Ja. Nou ja, weet je, hoe is de transitie vanuit Lokomotief all the way naar een topteam in de Champions League? Ja, natuurlijk wel een hele grote transitie, want Oostende is wel gewoon een profclub uiteindelijk. En het is gewoon een stuk professioneler, weet je. Je kan elke dag trainen, coaches staan elke dag voor je klaar. Dus in dat opzicht is het gewoon wel een heel groot verschil. Ja. We hebben één wedstrijd gekozen in de Champions League om met jou door te nemen. We zijn erg benieuwd naar jouw eigen input eigenlijk, naar jouw eigen beleving. Ja, want kijk, ik weet dat je uit een basketbalfamilie komt. Ik ken je ouders, ik ken je broer. Vertel even hoe het begonnen is. Misschien kan je een beetje wat over ze vertellen, hoe je begonnen bent met basketbal. Nou ja, natuurlijk. Mijn vader is natuurlijk ook oudspeler geweest. En mijn broer ging altijd basketballen, mijn papa was coach. En ik ging altijd mee. Ik ging altijd kijken, elke wedstrijd, elke training, ik was er altijd. En zo is het eigenlijk begonnen. Ik ben gewoon van jongs af aan altijd meegegaan, elke wedstrijd gezien en zo ben je er een beetje ingerold. En hoe was het om onder je vader te spelen? Natuurlijk leuk, want ik speelde toen samen met mijn broer en mijn vader. Maar het is niet altijd makkelijk, want je neemt dingen van training, neem je mee naar huis, weet je. Momenten die er zijn gebeurd, je gaat erover door. Dus dat was minder, maar uiteindelijk, ja, het is gewoon leuk om alle drie onze passie samen te doen. Yes. Yeah. Ik ken jullie van de Mario Benneskamp, waar jullie jaren kwamen natuurlijk. Je was een van de jongsten. En, zag je toen al wel toch wel een bijzonder talentvolle guard in ontwikkeling. Je gaat op vroege leeftijd naar Oostende. Ja. Wat is de grootste aanpassing die je moest maken? Natuurlijk, ik kom van een familie, van mijn ouders, die eigenlijk alles voor me deden, weet je. Ik moest ergens heen, die brachten me, alles werd gedaan voor me. En nu, ja, weet je, je gaat toch op jezelf wonen en weet je eigen was doen, eigen spullen wassen, afwas doen, opruimen. Dat is denk ik, naast het veld, is dat de grootste aanpassing geweest aan mij. Als je nu terugkijkt en we zitten nu in de coronacrisis, je mag het opnieuw doen. Zou je dezelfde stappen weer doen of zou je andere dingen gaan aanpassen? Nee, ik zou dezelfde stappen doen. Ja, mooi. Ik krijg gewoon heel veel kansen in Oostende. Er liggen heel veel mogelijkheden. Goede opleiding, redelijk dicht bij huis. Ik krijg gewoon heel veel kansen om door te groeien als persoon en als speler. En ik denk dat dat voor mij nu op deze leeftijd het belangrijkste is. Kai, ik weet nog dat je toen je die overstap kon maken, hè, van loco naar een profteam, dat er ook interesse was, bijvoorbeeld vanuit Spanje. Ik weet dat de coach van Antwerpen Giants ook gecharmeerd van je was. Waarom heb je uiteindelijk voor Oostende gekozen? Het voelde goed op dat moment. Ik kwam daar voor try-outs, het voelde goed. Ze ontvangden met open armen, ik zag de faciliteiten, ik zag hoe alles geregeld was en ja, het voelde gewoon meteen goed, zeg maar, om daar. En ik wist dat ik daar veel kans had om door te ontwikkelen als speler. Dat is gewoon heel belangrijk. Je zit bij een van de meest ervaren point guards, die zit voor je als het ware. Wat leer je allemaal van zo'n point guard? Heel veel, heel veel. Elke dag. Hij is ook heel erg met mij bezig en echt een mentor voor me. Echt, die is bezig om mij op te leiden en mij gewoon dingen mee te geven die hij heeft ervaren in zijn jaren als EuroLeague speler, als Champions League speler. En ja, je leert gewoon heel veel dingen van hem, elke dag. En als je kijkt naar de voorbereiding, we gaan zo meteen praten over de Champions League wedstrijd tegen Polski Toran. Maar even, neem ons mee in hoe ziet jouw trainingsweek eruit en vooral hoe ziet de trainingsweek normaliter en hoe ziet de trainingsweek op weg naar de Champions League wedstrijd? Nou ja, natuurlijk omdat wij twee wedstrijden per week spelen, trainen wij
trainen wij natuurlijk, kunnen wij minder trainen als team. Maar meestal trainen wij 's ochtends shooting en kracht. En 's avonds ja, gewoon team practice. Ja, natuurlijk wel aangepast op minuten vaak. En op de, ja, vaak de training voor de wedstrijd. Is heel erg afhankelijk van de tegenstander waar je tegen speelt. Heel erg de plays van hun, de defense. Wat doen ze? Waar letten ze op? Dus daar, ja, daar train je wel heel erg op, ook elke tegenstander. En ja, dat is denk ik het belangrijkste voor onze wedstrijd om daar aan te beginnen. Oké, en Kai, het is best wel snel met je gegaan. Hè? Je hebt een enorme stap gezet van loco, international. Nu je eerste profcontract getekend. Hoe kijk je naar jezelf? Zie je jezelf nog als talent? Zie je jezelf als prof? Hoe kijk je naar jezelf? Ja, ik denk dat ik mezelf nu zie als prof, denk ik. Weet je, ook omdat ik natuurlijk van mijn hobby mijn job heb gemaakt. Ja, weet je, ik wil ook, ja, je speelt natuurlijk elke dag met volwassenen en je bent elke dag in aanraking met volwassenen. Dus op zich, jeugdig voel ik me niet meer. Natuurlijk ben ik dat wel qua leeftijd, maar nee, ik denk dat ik mezelf wel eerder zie als prof dan als talent nu. Ik ga toch beginnen met beelden, want daar krijgen we de meeste positieve feedback. Over de inhoudelijke stuk. Dus ik ga mijn screen sharen met jullie. En het is, zoals ik noemde, de wedstrijd tegen het Poolse team, Toran. Even voor de kijkers, even wat inside informatie geven, Kai, over de wedstrijd. Dit is een belangrijke wedstrijd voor jullie. Waarom? Ja, voor de uitgangspositie voor de volgende ronde. We waren al geplaatst. Maar we moesten deze winnen toch om proberen derde te worden. Om, ja, om tegen de nummer 2 uit te komen van de andere pool. Dus ja, het was gewoon een belangrijke winst voor ons. Ja, een must win op een vreemde bodem. Jullie spelen in Polen. Ja. Ja, het is niet makkelijk. Hoe benaderen jullie als team zo'n wedstrijd? Hoe gaan jullie de week in? Ja, gewoon gefocust. Weten dat we moeten winnen. Althans, om onszelf wat makkelijker te maken om verder te komen in de Champions League. Maar ja, we pakken elke wedstrijd hetzelfde aan. En gewoon zorgen dat we elke wedstrijd gefocust zijn en alles geven. Weet je, als team en als individueel. Ik denk dat dat gewoon het meest belangrijke was voor ons. Om te spelen als team en te doen waar we goed in zijn. Mooi, mooi. We hebben even de eerste paar clips. En die laat ik lopen. Er staan wat vragen op beelden. Die gaan we even doornemen met elkaar. Je hebt de rebound nu. Nou, de eerste die opkomt. En dan staat hier eigenlijk heel groot. Wie loopt waar? En dat kun je nog steeds goed lezen hier. Wat zijn jullie lanes? Wat zijn de afspraken? Ja, ik probeer vaak, waar moeten wij de bal pushen over de zijkant? Ja, de 4 of de 5. Degene die als eerste is, die probeert te trailen, weet je, eerst door het midden en voor de rest gewoon corners vullen, spots. En als de mogelijkheid is, een early pick-and-roll, anders set offense. En heb jij nu, zoals je nu ziet, zeg maar, zie jij dat de guards of de 2 en de 3 die zijn in de weak side meer? Is dat een opgelegde optie of is dat gewoon meer lezen van? Dat, ja, vaak is dat gewoon lezen van, kijk, nu uit mijn hoofd komt ons center in pick and roll. Is natuurlijk een ideale situatie, want je hebt empty pick and roll, dus er is geen bumper. Dus het is een ideale situatie uiteindelijk om early basking te spelen. Onze 4 speler nummer 22, die komt meer naar top, waardoor je toch movement kan creëren. Ja, nou, dan inderdaad, zeg maar. Nummer 22 is een belangrijke speler voor jullie, hè? Ja. Ja, dat is toch wel is gebleken. Toch kies je om met de 5e pick-and-roll te spelen, logisch ook. Ja, want met de 4 switches, hè, dus. Wat lees je nu voor de jonge sporters? Wat is jouw call? Ik zie nu dat de big man heel erg commit naar mij, waardoor mijn roller open is en de helpside niet een beetje aan het twijfelen was. Dus ik zou hem inderdaad de corner kunnen geven, maar ik denk dat dit moment de makkelijkste optie was om aan de big man te geven voor een wide open layup. Ja, en als jij pick and roll speelt, en we proberen dat continu te teachen, vaak heb je te veel opties waar je juist gaat twijfelen. Ja. Maar hier lijkt het niet alsof je twijfelt, je weet precies wat je gaat doen.
Hoe maak je het zo simpel voor jezelf? Wat zijn de stappen? Neem me even mee in jouw stappen in het lezen van. Nou ja, je, weet je, je gaat overheen. Je kijkt wie helpt, wie bij zijn man blijft. Juist. En dan op dat moment maak jij de keuze van voor wie ga je? Kijk, als wij een drietje nodig hadden, had ik hem waarschijnlijk nu de corner in gegooid. Juist. Maar we hadden dat niet nodig. Aan mijn hoofd hadden we een paar onversies niet gescoord. Dus weet je, dan wil je gewoon een zekere score hebben. Ja. En op dat moment sta je gewoon achter je keuze en ja, geef je hem gewoon dan aan de big. Mooi, goed gedaan. En dan komt hij ook. En zoals je zegt, de weak side helpt niet. Bang, scoren. Heel goed. Prachtig pick and roll. De volgende actie. En dan, ik mis nu zeg maar de lanes, omdat je kruist een beetje over. Heb jij de vrijheid om, laat ik zeggen, de early offense niet te zetten? Of heb je echt een paar? Ja, ik heb de vrijheid daarvoor. We hebben natuurlijk een early ball scheme. We hebben een paar andere plays die wat snel kunnen lopen in transition. Yes. Op dit moment zou ik dan persoonlijk, nu krijgen we een layup eruit, maar zou ik eigenlijk voor een set offense gaan, want we hebben niks. Zou ik eerder de bal terugpakken en je hebt 21 seconden, dus je hebt alle tijd om een aanval neer te zetten. Juist. Dit is een prachtig vrije offense die ja toch wel... Ja, ik hou daarvan, moet ik eerlijk zeggen, die vrijheid van de guards en de creativiteit vooral van de guards. Is dat misschien door de ervaren point guard die jullie hebben? Heeft bijvoorbeeld de ervaren point guard continu contact met zijn coach, Dario in dit geval? Hoe is de samenwerking tussen zo'n ervaren point guard en de coach? Ja, nee, ik denk dat het belangrijk wel is dat een point guard kan communiceren met zijn coach. Zeker ook omdat wij het op een andere manier zien. En zeker hij heeft natuurlijk veel ervaring. Dus ja. Een coach ziet het van de zijkant en wij merken het, zeg maar, hoe het echt op het veld gaat. Dus ik denk dat als je dat kan communiceren en zo kan praten over hoe wij dingen zien en hoe hij dingen ziet. En als je dat kan combineren, ik denk dat het beste is wat je kan doen. Ja, je hebt een hele ervaren coach. Een succesvolle coach ook. Hoe zou je hem willen omschrijven? Ja, af en toe een beetje gek, maar nee, weet je, hij heeft het beste voor zijn spelers voor en hij maakt elk team die hij heeft, maakt hij er wat van. En ja, zeker nu, weet je, 9 titels op rij, dit jaar een heel jong team, ook voor hem nieuw. Maar ik denk dat elk team waar hij coacht, heeft iets gepresteerd en heeft iets gedaan. En ik denk mensen van de zijkant zeggen van, is dat de manier? Maar als jij zo titels wint, dan is dat blijkbaar dus wel de manier, althans voor hem. Hoe ging je daarmee om in het begin? Ja, het is niet makkelijk, maar ik heb natuurlijk eerst een jaar met hem getraind. Dus je kan een jaar aan hem wennen. Maar aan de andere kant, weet je, het is ook het is luisteren, het is meepakken en oké, coach zeggen. En gewoon luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Ja, oké, nice. We gaan even naar wat beelden. Ook even kijken naar zijn verdedigende filosofie. En we komen hierin gelijk eigenlijk in een side pick and roll. Wat zijn jullie afspraken als het gaat om side pick and roll? Het liefst icen. Maar op het moment dat niet kan, spelen wij spelen wij flat, hoe wij dat noemen. De big die een beetje sagt. En op dat moment dan nu de nummer 22 die stunt. Ja. Moet de 22 de volle rotatie maken? Nu, nee. Stunten. Tenzij het een big man is die kan schieten. Mm-hmm. Maar nee, normaal gesproken stunt om hem te laten twijfelen in, moet ik schieten, moet ik passen, moet ik... En de tijd geven om de 13, ja, onze big man te kunnen terug laten recoveren. Ja, oké, als je... En we hebben wel, op het moment dat onze big man, onze guard hem te laag neemt, onze big man, dan hebben wij wel dat ik dan terug ga op top. Oké, dan wordt de switch. Juist. Dan is de recovery voor onze big man te groot. En dan zou ik teruggaan op top voor het schot. Ja, precies. Hè? Wat dus hij nu hier neemt, zou ik dan terug moeten gaan naar 77 dan. En dan switchen, zeg maar. Ja, precies. Oké, hier komt een 3-punt eruit. En ik vind het wel mooi, want komt de time-out. Coach vraagt een time-out aan. En dan, hij richt eigenlijk zijn time-out. Je krijgt de persoonlijke time-out, als het ware. Laten we even kijken. Ja, hier zegt hij gewoon inderdaad dat ik had moeten switchen met hem.
Omdat hij hem te laag neemt, waardoor de recovery voor hem te groot is. Wat zegt je teamgenoot die in de situatie betrokken was? Wat zegt hij zo tegen jou? Volgens mij zegt hij dat hij niet helemaal goed gecommuniceerd had. En dat de volgende keer gewoon beter afspraken maken voor de volgende keer. Weet je, dat als hij dat roept, dat ik terug ga. Ja. En, hoe ga je daarmee om? Ik bedoel, coach best wel direct naar jou. Hoe pak je dat op in een game? Ja, weet je, je luistert ernaar en je praat met je teamgenoten erover van hoe zien zij het. En dan pak je gewoon op wat hij zegt. En als hij dat van je vraagt, dan is het uiteindelijk ook mijn job om dat te doen. Ja, precies. Ja, vind je het lastig de manier waarop Dario coacht of ben je eraan gewend? Eerlijk. Soms heb je momenten dat je zelf niet lekker in je vel zit en dan is het lastig. Maar over het algemeen ben ik eraan gewend en vind ik het ook raar om niet meer te hebben, zeg maar. Nee, nee, nee. Omdat jij ontwikkelt natuurlijk ook als mens momenteel op een vreemde bodem. Het enige voordeel is dat ze wel Nederlands spreken. Ja. Deels. Maar wat houdt leiderschap voor jou in? Want ik zie je ook als leider ontwikkelen, maar wat houdt het voor jou in? Niet alleen op het veld, maar ook een beetje buiten het veld. Maar vooral een beetje je team leiden op moeilijke momenten. En de juiste plays maken op de juiste momenten. Ja, oké. Okay. Dat het slecht gaat, moet je voor jezelf gaan, moet je de paas geven. Weet je, dat ligt ook aan hoe je zelf in de game zit. En ik denk dat het ook belangrijk is dat je als leider iedereen betrekt in de game. En iedereen zorgt dat iedereen in de game is. Ja. Ik denk dat dit heel belangrijk is. De volgende clips die wij eruit hebben gehaald voor je om daarover te kletsen is eigenlijk een stukje leiderschap van jou. Nu heb je de bal en staat heel groot op mijn scherm. Ik weet niet of je het heel goed ziet of niet, maar wanneer call je nu een play en wanneer ga je voor je secondary? Wat lees je als point guard? Nou ja, nu we zijn nog redelijk allemaal op tempo, dus ik denk, nu probeer ik vaak gewoon een easy play. Een easy play waar ik weet dat we gewoon meestal wel een score uitkrijgen, waar we movement uit krijgen, waar iedereen de bal kan raken, waar iedereen bezig is. Juist. Het is heel simpel, deze play die ik nu call. Maar het is een play waar we een movement komen. Voor mijn gevoel komen we nu terug volgens mij, van een paar punten achter. Ja. Dat is gewoon belangrijk dat we een score maken. En los van de score, je staat op een belangrijke moment in de wedstrijd op het veld. Je maakt de juiste call. Belangrijke score. En er komt nog eentje ook zo meteen hier. Een beetje einde van de kwart sta je nog steeds op het veld. Ja. En dan, wat lees je op dit moment? Nou ja, ik kan natuurlijk niet baseline driven, want we staan daar met z'n tweeën. Dus ik probeer eigenlijk nu middle te driven, zodat wij movement krijgen. Dat we kunnen bewegen, dat iedereen bezig is en dat het niet te veel statisch wordt. Uiteindelijk zie ik dat de man van 22 niet helpt, dus ja, ik gewoon een clear drive heb. En hoe heb je gezien dat de man van 22 niet helpt? Dat vind ik interessant. Dat is een goede call. Maar hoe heb je dat gezien in de wedstrijd? Op het moment als ik mijn eerste dribbel zet en ik zie dat hij naar mij toestapt, op dat moment weet ik dat hij helpt. Zo niet, weet ik dat hij te laat is en dat ik gewoon mijn drive kan doorzetten. Ja, en ik vind ook dat zijn voeten staan daar niet in de helpside, omdat ze staan letterlijk achter jouw eigen... Ik denk, zodra hij zou helpen, zou onze 22 een mismatch hebben tegen tegen de kleine point guard dan. Juist, hij staat gewoon positioneel, is niet goed. En als je kijkt op internationaal niveau, Champions League niveau, beschrijf even de helpside van het Poolse team. Is dat goed? Op het moment spelen zij geen helpside. Het is allemaal, iedereen blijft bij zijn man. En dat is vaak wat ze wel doen in de Champions League. Zo min mogelijk helpen. Zo veel mogelijk one-on-one defense. Oké. Okay. En ook De commentator praat over waar was de defense. Dus dat is, dat is duidelijk. Ja, ik denk natuurlijk niet goed gecommuniceerd van de Polen. Nee. True. Kai, je speelt in een jong team.
Is het voor jou makkelijker spelen met een relatief jong team? Ja, op zich wel, want heel veel jongens heb ik mee samengespeeld in mijn eerste 2 jaar in Oostende. Dus die zijn ook net als ik gekomen vanuit de jeugd. En voor de rest, ja, ik denk dat het een goede combinatie is tussen jong en ervaren. Heel veel ervaren jongens, weet je, zoals Djordjevic, Moema, Desiron. Het zijn gewoon heel veel ervaren jongens die al langer meespelen op dat niveau. Dus ja, ik denk dat dat wel makkelijker maakt om te spelen. En dat het jong en oud gewoon goed gecombineerd is. Ja, je krijgt ook de kans om de game te closen. Nou, niet zozeer de kans, je staat gewoon hartstikke goed te spelen. Heb je dan ook het vertrouwen in jezelf dat je dan zo'n game kan closen? Ja, ik krijg heel veel vertrouwen van coach op dit moment. En ik denk dat ik dat ook wel uitstaal op het veld. En ook wel het gevoel heb dan dat ik de game kan closen, denk ik, met de jongens met wie ik op het veld sta. Ja, nu ben ik dan degene die bal erin gooit, maar we zouden dat allemaal kunnen die op het veld staan. En ik denk dat het belangrijkste is dat we in elkaar geloven en vertrouwen en weten dat we het kunnen. Ja, we zien hier een play die jij called met nog 6 minuten gaan, een close game. Waarom kies je voor deze play? Omdat er veel movement in zit. Je ziet de defense is aan het bewegen, we laten de bal gaan en zo komen we in de juiste opties. Ja, oké, dat is nice. En je wist natuurlijk ook van, hey, op het moment dat je daar de pick-and-roll speelt, ik sta op weak side, er wordt gebumpt, oké, dan kom ik open voor een schot. En ook weten dat iedereen met wie op dat moment op het veld staat, die bal kan handelen en iedereen die pick-and-roll kan spelen. Dus wat je dan ook called, ja, maakt niet heel veel uit. Weet je, iedereen kan het. Dus ga ik dan liever voor een easy play waar je gewoon movement hebt en niet te ingewikkeld. Want dan zie je dan, ja, uiteindelijk zijn de easy plays en komen de beste scores uit. Ja, precies. Hier zien we aan het einde van de wedstrijd waar je eigenlijk de game wint. Op Champions League niveau bijzonder knap. Laatste minuut. Neem ons even mee naar dit moment. Wat wil jij? Hoe wil jij de game closen als point guard zijnde? Weet je, we hebben de tijd nu. Dus we hebben sowieso een score nodig. Maar we moeten niet gehaaste beslissingen maken. Weet je, niet te snelle schoten. Ja, we hebben nu een 4 tegen 5 situatie. Uiteindelijk hebben we daar niks uit. Dus dan pak ik het liefst de bal, of nu dan iemand anders de bal in mijn handen, en zetten we een goede play neer waar we een goede score uit kunnen krijgen. Ja, want in eerste instantie kies je wel voor om de bal in de lane te gooien, dus dan geef je de controle weg. Waarom doe je dat op zo'n moment? Ja, weet je, je hebt een 4 tegen 5 situatie, dus je moet altijd kijken op dat moment wat je hebt. Heb je niks, kan je altijd de bal terugnemen. Oké, en dan je speelt hier een pick and roll, goede read. Ja. Ben je altijd zo cool na een end one of zo'n moment, Kai? Hoe bedoel je cool? Cool, gewoon je toont weinig emotie, gewoon vuistje, gewoon... Nou ja, jawel. Op zich, weet je, die wens is nog niet zeker, dus om helemaal te gaan juichen ben ik sowieso niet echt van. Maar ja, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat we op dat moment ook gewoon gefocust blijven. Ja. Totdat echt het eindsignaal gaat. En ik vind de mooie is, zeg maar, dat jij de pick-and-roll niet neemt, maar je weigert het screen, wat komt van nummer 5, van jullie 5. Ja. Wanneer weiger je screen, wanneer neem je screen? Op het moment dat ik zie dat hij te snel over de pick-and-roll gaat, is daar voor mij een kans om niet het screen te pakken. Ja. Op het moment dat ik zie dat hij te laag is of echt op mij zit, dan pak ik het screen. Ik haal hem even terug. Dat vind ik juist de mooiste ervan. Je bent een talentvolle jonge basketballer. En je hebt, als een point guard heb je een hele moeilijke positie. Maar je maakt op dit moment wel de juiste call. Okay? Omdat als we hem zien zo meteen. En ik ga hem even frame voor frame doen. Hij gambelt net even over de screen. Ik zie dat zijn schouder beweegt, waardoor ik weet dat ik zijn andere schouder aanval, dat hij niet op tijd gaat zijn om mij te kunnen stoppen daar. Nee, en dat is terecht. En dit blijft mij enorm bezighouden,
Hoe kan een team in de Champions League zo de bucket opengooien en niet deze man hier, deze speelt voor twee. Ja, het was... ja, ze komen wel allemaal, maar het is allemaal te laat. Ja. Nou, dan hebben we in principe geen beelden meer. Dus wat ik vooral interessant vind is... ik heb in de zomer ook zien basketballen met de onder 18. Ja. Met een vrij talentvol team. Hoe was de ervaring voor jou de afgelopen zomer? Natuurlijk, ja. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik teleurgesteld in de prestaties die we hebben gepresteerd. Zeker met dat team dat we hadden. Denk ik dat we toch gewoon in de A-divisie hadden moeten blijven. Maar aan de andere kant denk ik dat het wel goed was voor ons. En uiteindelijk ook voor Nederland om te kunnen kijken waar we staan. Als lichting en als individueel. Tegen ja, uiteindelijk gewoon de betere jongens van Europa. En de betere landen van Europa. Ja, omdat je had zeker een kans. Moet ik eerlijk zeggen. Gezien de kwaliteiten van Tristan, van Jamie, ja. Van jou. Van alle andere jongens die ik nu niet allemaal ga opnoemen. Alleen, er gebeurt toch iets waardoor het niet helemaal soepeltjes loopt. En niet om de inhoud te gaan, dat is niet de bedoeling hier. Maar wat leer je van zo'n EK? Wat neem je zelf persoonlijk mee? Hoe belangrijk het is om consistent te zijn, zeg maar. Ja. Hoe belangrijk het is om elke wedstrijd alles te geven en elke wedstrijd dezelfde prestaties te kunnen neerzetten. Ja. En dat het belangrijkste is geweest. En zeker op zo'n A-divisie-EK, het is zwaar. Je speelt elke dag. Maar ja, het is toch belangrijk om elke keer die knop te kunnen omzetten en elke wedstrijd te staan. Ja, en dan ga je naar het nationale mannenteam, hè? Het echte werk, laten we het zo zeggen. Wat is het grootste verschil tussen de zomer en het window in februari? Je speelt gewoon tegen mannen. Niveau ligt een stuk hoger. Fysiek is het een stuk... Ja, ze spelen wat fysieker. Dus dat is denk ik het grootste verschil. Maar aan de andere kant, ja, ik heb wel geluk gehad, weet je, dat ik gewoon daarvoor heel veel heb kunnen spelen op Champions League niveau. Belgisch niveau. Dus ja, dan ben je toch wel wat meer gewend aan dat niveau. Ja, en als ik van buiten kijk... Dan zie ik bij het nationale team wat bepaalde hiërarchie. Ja. Weet je, bijna natuurlijk. Heb je dezelfde hiërarchie ook bij de onder 18? Of is dat wat meer, of is dat niet aanwezig? Ja, het is natuurlijk anders, want dit zijn jongens die natuurlijk langer met elkaar samenspelen. Weet je, kijk, Mo speelt natuurlijk lang met Wordy in Leiden en die heeft met Charlon gespeeld. En dus die jongens kennen elkaar meer en dus op zich is het zeker een andere hiërarchie. Maar ja, ik denk dat er ook weer een andere hiërarchie is bij de jeugd. Weet je, ook gewoon omdat je wat jonger bent en al dat soort dingen. Ja, goed zo. Dat is mooi. Kijk, ik weet niet of je nog weet, ik coach samen met Lars, het Nederlands team onder 15. Ja. En ik nam je mee als, ik denk dat jij nog onder 13 was of onder 14. Ja. En dat is denk ik een van de eerste... keer dat je het shirt van het Nederlands team droeg. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Weet je dat nog? Natuurlijk is het gewoon gaaf om voor je land uit te komen. Ik vind dat blijft gewoon speciaal. Wat je ook speelt, weet je A-divisie, B-divisie, U15, U14, eerste. Ik vind dat gewoon speciaal. Een beetje om met Nederland op je rug te lopen. Op je borst te lopen, sorry dat ik het zeg. Op je borst te lopen, weet je, dat is gewoon speciaal. En dat is, ik vind dat geweldig om te doen. Ja, wat ik mooi vond is, je was nog een, gewoon jong, talentvol. Je had nog niet helemaal het lichaam op internationaal niveau te spelen. Maar goed, hè, we zagen natuurlijk wel de potentie. Dat liet je ook echt ook zien op de training. En je speelde er niet veel, maar ik weet nog heel goed dat je was wel altijd klaar om te spelen. En hoe is dat ontstaan? Dat je altijd gewoon ready was voor het moment? Nou, ik denk dat wel deels ook van Loco uit is gekomen. En ook, ik denk dat het gewoon belangrijk is als speler dat je altijd klaar bent om te spelen. En op dat moment ook gewoon je rol weet. Kijk, op dat moment was mijn rol niet een keyplayer te zijn en niet om veel te spelen. Maar als ik opkwam, moest ik klaar zijn om te spelen en mijn dingetje doen om het team te helpen op dat moment. Ja, oké. Zoals ik net ook al zei, het is snel gegaan. Je maakt echt een hele mooie ontwikkeling door naar closer in de Champions League. Wat zijn je toekomstplannen? Je hebt onlangs bijgetekend voor 3 jaar. Ja. Waar zie je jezelf naartoe groeien?
Ik vind dat moeilijk om nu te zeggen, want je weet nooit natuurlijk wat de toekomst brengt en wat er gebeurt. Natuurlijk, het doel is uiteindelijk voor mij om Euroleague te spelen. Maar er moeten wel veel stappen voor worden gemaakt. Maar ik denk dat het nu gewoon belangrijk is voor mij en op deze leeftijd gewoon dat je veel speelt en dat je minuten kan maken en dat je dat kan wennen aan niveau. En welke stappen moet je dan nog maken, vind je zelf, om naar Euroleague niveau toe te groeien? Nou, natuurlijk eerst bij een club als Oostende echt een keyplayer te worden. En elke wedstrijd hetzelfde kunnen neerzetten. Elke wedstrijd te kunnen staan. En niet een keer een wedstrijd wel, een wedstrijd niet. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En zo steeds stapje voor stapje bij een grotere club dat te kunnen doen. En hoe werk je aan die continuïteit, aan die stabiliteit? Is dat alleen op het veld of ook buiten het veld? Hoe doe je dat? Ja, natuurlijk werkt het ook buiten het veld. Gewoon, weet je, echt het leven als topsporter, dat hoort er natuurlijk bij. Maar gewoon op het veld, het is gewoon minuten maken en steeds meer ervaring opdoen. Ik denk dat is het belangrijkste. Ja, oké. Ik weet dat Hakim nog even enkele vragen heeft tot besluit. Ja, we sluiten altijd met onze vragenrubriek als het ware. Dus we hebben een paar... mooie vragen voor je geregeld. En de eerste is eigenlijk, hoe ziet de starting 5 van het nationale team over 5 jaar eruit? Ja, nou, ik denk natuurlijk Tristan op de 3, denk ik. Dus niet veel vragen over, denk ik. Ik denk dat natuurlijk, we hebben nog steeds Yannick Franke, die is nog steeds jong. De 2. Ja. Ik denk dat ik misschien wel dan op de 1 zou staan. Ja. Wie heb je nog meer? Wie is onze startende 4 op dat moment? Ik zou misschien wel zeggen Morgan Stilma. Ja, oké. Okay. Zie ik zeker wel. En dan op de 5. Ik zou nu zeggen Nathan Kuta, gewoon omdat ik weet hoe hard hij ervoor werkt en welke prestaties die heeft neergezet en waar hij van komt. Juist. Dus ik denk dat op dat moment dat wel een goede starting 5 kan zijn. Misschien wat undersized, maar wel gewoon een hardwerkend team. En ik denk met veel kwaliteiten. Nee, maar het gaat om je eigen starting 5, hoor. Het is niet zo dat hij... Nee. Maar ik denk dat dan mijn starting 5 zou zijn. Ja, keurig. En wie is je grootste basketbal voorbeeld geweest of is? Waar kijk jij tegenop? Ja, natuurlijk nu op het moment is mijn voorbeeld, naar wie ik veel kijk, Luka Doncic. Ja. En Europees gezien, Campazzo van Real Madrid vind ik heel, ja, heel nice om naar te kijken. Mooi. Ook gewoon omdat dat een manier is dat ik zelf eigenlijk wil spelen. Gewoon dat je de juiste plays op het juiste moment maken, je team leiden. Ja. Mooi, mooie basketballers, Kai. Ik vond het heel leuk wederom om met een topbasketballer even te kletsen en wat inzicht te geven over hun dagelijks leven, als het ware. Ik hoop dat je ook genoten hebt. Zeker, tuurlijk. We gaan alles doorsturen naar Oostende, dus ook naar Dario. Dus, ik hoop dat hij het verstaat. Ik hoop precies, ja, dat wilde ik net zeggen. Ik hoop dat hij het wel begrijpt. Dankjewel, Kai, voor het bijwonen. Dankjewel, Mitchell. Yes. En tot de volgende aflevering weer. Jo. Later.